Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het dinsdag. Vandaag wil ik het even met jullie hebben over hoe hebzuchtig Rockstar is geworden. Ik bedoel, gisteren had ik zo even op YouTube gekeken naar een video waarin Rockstar de reden gaf waarom ze geen singleplayer DLC voor GTA 5 wilden maken. Dat komt omdat ze heel veel centjes hebben verdiend aan GTA Online met hun shortcards. En ze zijn ook druk bezig met Red Dead Redemption 2. En ze zeiden ook dat ze al singleplayer DLC hadden toegevoegd aan GTA 4 door middel van Episodes from Liberty City en met Red Dead Redemption 1 door Undead Nightmare toe te voegen. Ja, het is echt kut dat ze geen singleplayer DLC voor GTA 5 wilden maken, omdat ze daar geen tijd voor hadden, maar ze hadden wel tijd voor 4 jaar GTA Online inhoud. Dat is bullshit als je het mij vraagt. Echt. Vroeger was Rockstar niet zo hebzuchtig. Maar tegenwoordig zijn ze heel erg in EA veranderd. Ze maken een ding op GTA Online heel erg prijzig in de hoop dat spelers hun shortcards gaan kopen. Ik heb gehoord dat een persoon de creditcard van zijn vader had gebruikt en er zo'n $2000 vanaf had gehaald zodat hij shortcards kon kopen, omdat die fucking shit op GTA Online fucking prijzig is. En zoals ik zei, je weet waarom Rockstar dat doet. Omdat ze je bij de ballen hebben. Ze maken dingen heel erg prijzig, zodat je die shark cards kan kopen en zij hun centjes kunnen verdienen. Zo krijgen ze je wel. Zoals je kunt horen vind ik dit niet erg leuk. En ik heb het alle recht toe om het te doen. Ik ben slim genoeg om niet de shark cards te kopen en gewoon hard te werken voor mijn centjes. Maar ja, tegenwoordig speel ik toch geen GTA Online meer omdat het saai is geworden. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik geen GTA Online livestreams meer ga doen. Ik weet niet of ik andere game video's ga doen. Dat is eventjes afwachten. Voorlopig hebben jullie nog gewoon mijn vlogs. Nou goed, ik zie jullie zo meteen weer vanmiddag. Vandaag is het 31 oktober en dus is het ook Halloween. En op Halloween gaan er veel kinderen langs de deuren om snoep te vragen. Ze zijn verkleed in leuke kostuums. Eigenlijk net een beetje als Sint Maarten, om het zo maar te zeggen. Op de jongere leeftijd, dan gaat het de kinderen vooral om de snoep. En op de wat oudere leeftijd draait het er voor hem om grap uit te halen met mensen. En soms hou je liever een Halloweenfeestje als je nog wat ouder bent, om het zomaar te zeggen. Door de jaren heen heb ik als kind heel wat meegekregen van Halloween. Dat komt omdat ik als kind heel veel geabonneerd was op Amerikaanse YouTubers die het vierden door Halloween video's te maken op hun kanaal. Ja, erg cool vond ik dat. Ook de Amerikaanse beroemdheden pakken heel erg uit met Halloween. Een van de mensen die dat het meest doet is topmodel Heidi Klum.
Een paar jaar geleden, geloof ik, toen was ze verkleed als Jessica Rabbit uit Who Framed Roger Rabbit. Echt heel erg cool. Ook andere beroemdheden pakken uit met Halloween. Ik heb begrepen van RTL Boulevard was het, denk ik. Nou goed. Jason Derulo die ging dit jaar als de Night King uit Game of Thrones. Dan pak je wel erg uit. En als je zag wat voor werk nodig was om die make-up zo te krijgen, pet je af. Nou, verder heb ik niet zo heel veel om te melden, dus ik zie jullie vanavond weer. Vanavond ga ik in ieder geval heroïne uitgeven als ze aan de deur komen. Nee, grapje. Zo, ik heb net het perfecte plaatje op RTL 4 uitgekeken. En het gaf me het idee om zelf ook hobbyfoto's te maken. Mijn vader zei al, het kan een heel mooi tijdverdrijf zijn. Foto's maken voor de hobby. En daarvoor ga ik mijn Instagram-account gebruiken. Om wat mooie en artistieke foto's te maken. Eventueel portretten van mensen. Wie weet. Het kan in ieder geval heel mooi worden. Vinden jullie het ook mooi om foto's te maken? Laat het me weten in de reacties. Dat vind ik altijd wel leuk om te weten. En daarbij komt er een einde aan deze vlog. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer gelijk mijn kanaal hier beneden. Like even mijn Facebookpagina. Op Facebook ben ik te vinden als Mr. Rhino. Dan blijf je op de hoogte van nieuwtjes die ik eventueel post. En volg me op Instagram. Daar heet ik Alex Neushoorn. Dan kun je eventuele artistieke foto's van me verwachten. In ieder geval, ik hoop jullie weer te zien bij de volgende vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.